Het werk in de Guldengaarde is inmiddels volop aan de gang. Voor fase 1 is het wegdek verwijderd, bronbemaling aangelegd, het eerste deel van de regenwaterriool gelegd en nieuwe aansluitingen voor de woningen gemaakt. Een rioleringje leggen is er niet bij. Om zo diep droog te kunnen werken wordt het grondwater rondom weggepompt en verzameld in de container, gefilterd en afgepompt in het bestaand riool. Op deze manier kan men veilig en droog werken. Is het werk gedaan en stopt het oppompen, dan vult de bodem zich vanzelf weer naar het normale grondwaterniveau.
werkzaamheden zullen nog wel even duren en overlast voor het verkeer en bewoners met zich meebrengen. De uitvoeringperiode staat gepland tot oktober 2024.